met al die verschillende documenten op één centrale plek. Oh, dat zou geweldig zijn. Echt hemels. Alleen... Het is even de vraag. Hè. Ja. Kijk, we moeten natuurlijk... Want de omgevingswet wordt 1 januari 2024 ingevoerd. En we zijn natuurlijk nu, wij juristen en iedereen die ermee te maken heeft... zijn natuurlijk een beetje aan het kijken van... joh, hoe werkt dat dan straks? Wij hebben in het... onder het huidige stelsel hebben we een soort van voorloper van het omgevingsplan. Dus dat is dan het nieuwe bestemmingsplan, waar alles op één plek staat. En dat is het bestemmingsplan met verbrede rijkwijde. En wat de bedoeling is straks van een omgevingsplan onder de omgevingswet, is niet alleen dat alles op één plek staat, maar dat... er ook meer ruimte komt voor initiatieven. Ja. Dus dat je veel, ik noem het even, creatiever aan de slag kunt gaan. Dat je niet zo wordt beperkt door die kleurtjes en die bestemmingen en al die regels. En dat gemeentes ook wat vrijer kunnen zijn in het toestaan van bijvoorbeeld nieuwe duurzaamheidsinitiatieven of dergelijke zaken. En dat is de bedoeling. Dus het moet allemaal wat makkelijker worden. En het moet wat flexibeler worden ook. Dus dat we wat makkelijker mee kunnen gaan in de maatschappelijke ontwikkeling. Dus duurzaamheid bijvoorbeeld. En waar we dus nu een zogenaamde toelatingsplanologie hebben. Hè, dus de gemeente... jij komt met een aanvraag en de gemeente zegt, nou, ik toets en het is nee, tenzij je aan allerlei voorwaarden voldoet. Moet het straks een uitnodigingsplanologie zijn, dus dat de gemeente je uitnodigt om met mooie nieuwe initiatieven te komen.